Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS. Welkom weer in een nieuwe aflevering van Voetbal Rotterdam TV. En vandaag blikken we terug en dat doen we op het weekend van 21 en 22 september. En dat doen we altijd met twee vaste analisten, En dit keer uit de vierde klasse. De vierde klasse E en de vierde klasse F zijn vertegenwoordigd. Harry Akkermans, 4E, Sportclub Feyenoord. Ron van Dek, 4F, Melisand. Heren, welkom. Voordat we het hele rieltje afgaan, wat was voor jullie het opvallendst van dit weekend? Hij was een Leonidas met 5 gespeeld, 15 punten. Ja, geweldig als je dat als debutant in de topklasse voor elkaar weet te krijgen. Ja, want ja, je hebt wel eens een goede start. Zeker als nieuwkomer kan je dat wel eens hebben. Maar dit lijkt geen toeval meer, hè? Nee, dat is geweldig. Een hele goede prestatie die waar we echt trots op mogen zijn. Kijk, we gaan het er straks iets uitgebreider over hebben. Wat vond jij opvallend? Ja, weer de nul bij Capelle uit bij Spakenburg. Ook een hele knappe prestatie, denk ik, om steeds weer in staat te zijn om nul tegentreffers te krijgen. Een mooie tweede plek. Verdedigend goed in elkaar. Ja. 5 voor, 0 tegen in 5 wedstrijden. 3 gewonnen, 2 gelijk. Dus je zou eigenlijk nog een aanvaller zoeken. Zou ik het dan zeggen. Ja, iemand die de goals maakt. Ja, dan heb je hem helemaal compleet. Ja, volgens mij is dat de bedoeling van het spelletje natuurlijk. Die meer goals maakt, zal meer punten halen. Ja, dat... ja, verdedigend ziet het er uitstekend uit in ieder geval. Aanvallend, soms wel net voldoende en soms net niet. De stap is gemaakt naar de topklasse zaterdag. Ze staan gewoon tweede ook. Ja, knap. Scheveningen natuurlijk ook een hele prima prestatie. Daardoor eerst Capelle netjes met 11 uit 5 op de tweede plek eraf. En ik denk dat de regioclubs sowieso het niet zo verkeerd doen. Debutant Excelsior Maassluis op een vijfde plaats. Ook niet verkeerd. Ja, en ook als je de wedstrijd ziet, ik wil het zeggen, 2-1 achter, dan op 3-2 voorkomen in de slotfase. Ik denk dat ook met name dan Niels Redert en Kevin Vink, dat zijn toch mannen met kopkracht die daar een hele belangrijke rol in speelden. Knap omdat de trainer zei dat ze voor de poorten van de hel hadden weggesleept. Nou, dat kan me niet meer voorstellen. Volgens mij ook man van de wedstrijd Niels Redert, scoorde 2 keer. Het blijft gewoon een uitstekende prestatie inderdaad. Zeker. Capelle 1800 man, alle zitplaatsen uitverkocht. En ja, dan is het niet op het slot, want dan komen er over het algemeen niet meer dan 700. Maar bij Spakenburg leeft dat nog erg. We hebben het moeilijk en dan ga je als Capelle zeg maar naar zo'n club. Ja. Is dat dan lekker of is dat dan... Ja, Spakenburg heeft het natuurlijk inderdaad heel erg moeilijk. Vorig jaar net niet gedegradeerd, net erin gebleven. Dit jaar toch weer een heleboel gerommel, ondanks een prima voorbereiding waarin ze volgens mij 1 keer verloren hebben en de rest alles gewonnen. En gelijk vanaf het begin van de competitie alleen maar verloren. En het heeft Johan de Kok zijn kop gekost, zullen we maar zeggen. Ja, of dat de oplossing is, dat zal altijd maar moeten blijken natuurlijk. Aan de andere kant spelen ze nu als de nummer 1 en laatst, spelen ze wel 0-0 tegen de nummer 2. Ja, in zo'n situatie moet je denk ik elke strohalm pakken die er is. En zo'n punt tegen de nummer 2 is gewoon... Is dan meegenomen. Is een goede prestatie. Misschien wel een goede prestatie. Misschien wel het begin van een nieuwe race. Ja, wie zal het zeggen. Ik ben zelf bij Barendrecht geweest. Wat een verdediging hebben die, hè? Over verdedigingen, voor Capelle, daar staat het. Maar Segers, man van de wedstrijd. Ja, dat was Strafschop. Maar die was ook wel erg getelefoneerd, moet ik eerlijk zeggen. Want ik stond precies aan de andere kant. En ik denk, als hij nou nog in die andere hoek moet gaan schieten, dan moet je lichaam wel heel veel... Maar goed, hij pakt hem wel keurig. En Stanley Huissen, ik vind hem echt super belangrijk. Die zet het neer in zo'n rustpunt. Er zit heel veel tussen. En het is nog een jonge jongen. Dan denk ik van, waarom is hij nog niet opgehaald? Ja, misschien toch een aantal dingen in zijn spel de afgelopen periode gehad die eventuele scouts niet hebben overtuigd. Nee, je moet als speler in betaald voetbal moet je natuurlijk nog completer zijn dan in het amateurvoetbal, in de top van het amateurvoetbal. En ook in betaald voetbal is de geldkraan steeds kleiner, hè, steeds meer dichtgedraaid. Dus is het geld minder aanwezig. En als ze dan iets moeten beslissen over een speler en waar ze twijfels over hebben, dan zullen ze misschien zeggen, joh, laat hem nog een jaar lekker bij Barendrecht verder ontwikkelen.
En als die echt goed is, dan drijft hij alsnog boven. Nee, ik voel ontwikkeling, ik denk dat het gewoon keuzes zijn die spelers en misschien ook wel die clubs maken. Ik denk dat er in het amateurvoetbal in de top- en hoofdklasse nog wel een aantal spelers lopen die nou ja, zeker niet zouden misstaan als je ziet wat er in de Jupiler League krijgt. Ik ben het helemaal mee eens. Ik denk dat er echt soms wordt geslapen. Maar goed, uiteindelijk won Barendrecht met 1-0 door een doelpunt van Christian Opschoor. U heeft het inmiddels kunnen zien. Hoofdklasse? Zwaluwe. Ja. Ja, 3 gespeeld 9, heel knap. Verdedigend staat het. En als we het toch over geen tegengoals hebben, ook daar moet ik zeggen, met Nick Sanders natuurlijk ook een geweldige keeper. En ik denk dat ze op die positie centraal achterin hebben ze nu 2 andere spelers. Dus ik denk dat ze zich daar ook versterkt hebben. Nou, heel knap. Als je de opstelling bekijkt van dit weekend, op hoeveel plaatsen is het dan anders dan dat jij het had? Nou, ik heb ook even naar de opstelling zitten kijken. Centraal achterin staat een ander duo. En dat komt misschien ook omdat Edwin van Buren nog steeds geblesseerd is. En ze hebben er een goede linksbuiten bij. En op het middenveld heb ik volgens mij ook nog een nieuwe speler. Ja, volgens mij die van Jodenborg, Oswaldo de Pina. Ja, die. En dat is natuurlijk wel een hele prettige versterking. Ja, en Khalifi voorin. Dus ze hebben zich wel ze hebben zich goed versterkt. En het blijkt ook als een team te werken. Want 0 tegenkost, dat is natuurlijk niet alleen een keeper, dat duurt allemaal een heel team bij elkaar. Precies. En 3 gespeeld, 9. Ja, mag ik uw aandacht voor een fenomeen? Een fenomeen, vertel. Weet jij wie ik bedoel? Miki Lopez Silva valt in en maakt de winnende voor Xerxes op zijn 39e, uit mijn hoofd gezegd. Ja, ik dacht dat het niet voor het eerst. Nee, ik vind het geweldig. Daar kan ik nou van genieten. Ja. Dus dat is. Ja, goed, die extra ervaring die zo'n speler die jarenlang natuurlijk al in de top meedraait, op dat moment nog binnenbrengt. Dat zijn nou net de prikkels die een ploeg nodig kan hebben om het potje eruit te halen. En 3-2 tegen Schravenzand. Dan draait Xerxes natuurlijk gewoon goed mee met een derde plaats. 7 gespeeld, 7 punten uit 3 wedstrijden. Ja, is niet verkeerd. Neem ik u nog even mee naar. Heinenoord FFVA, het werd 0-2. Jacob van der Belt sprak me de vrijdag nog op aan. Hij zegt, nou die pot pakken wij. En dat naar alles, naar aanleiding van de vooruitblik. En hij hield woord. Edwin Peters is zijn jubileumwedstrijdje, om het maar zo te zeggen. Viel een beetje in het water, maar 2 keer Moerenhout die het vonnis velde. Smitshoek ASWH 0-3. 2 minuten na het begin en 2 minuten na de rust. Begin je dan niet scherp? Of begin je juist heel scherp als we ASWH zijn? Ja, dan zou je er toch wat meer van moeten die goals moeten zien hoe dat dan ontstaat. Dat is waar, Maar ik denk dan altijd van, zo heel snel. Ja, ja. Ja goed, dat zie je natuurlijk wel vaker gebeuren, dat een ploeg kijk, ASWA en Smitshoek. Smitshoek is natuurlijk een ploeg die toch wel graag ook wil voetballen. Maar ja, ASWA heeft natuurlijk ook wel enorm veel kwaliteit. Smitshoek misschien toch ook een aantal jongens die net even niet bij de les waren. Dat kan je niet voorloven tegen ASBA. Net na het begin van de wedstrijd, net na de rust. Ja, dat zijn natuurlijk killing moments. Hè? Als je dat als ploeg overkomt, dan worden als trainer word je er wel hopig van. En als ploeg heb je natuurlijk gelijk een tikje om de oren. En ja, goed. Uiteindelijk is het daar niet bij gebleven. Er is ook nog een derde goal van. Het was weliswaar wel feest volgens mij bij Smitshoek, want er was nog iemand die gefêteerd werd. Nee, ja, ik geloof dat niet. Met 0-3 verliezen, dat geeft volgens mij geen feest. Het zijn niet de leukste feestjes. Nee. Ik denk dat mevrouw Bravenboer dat ding graag had ingeleverd voor een paar punten. Precies, maar goed, dat is wel opvallend trouwens dat als je in die afdeling kijkt, dat nieuwkomers als Oranje Wit, Schravenzands, Delta Sport, dat die veel aanpassingsproblemen hebben. Waar vooraf toch gezegd werd van die afdeling wordt er sterker op. Goed, het is een beetje op basis van resultaten oordelen, maar tot op heden blijkt dat het daar in ieder geval niet uit. Nee, het lijkt een beetje tegenstrijdig met andere klassen als iets zo. Delta Sport helemaal onderaan met 0 uit 3. Weliswaar de eerste overwinning van Jodenboys natuurlijk, want met 0-2 winnen. Ja, dat is natuurlijk een dikke tegenvaller. Ja, als je een heel jaar bovenaan gestaan hebt in de eerste klasse en je mag dan in de hoofdklasse gaan spelen en je staat na 3 wedstrijden met 0 punten. En in het Vlaardingse leeft die concurrentie met Zwaluwe natuurlijk. Absoluut, ook wel. En de ene staat zij bovenaan en de andere die heeft 0 punten. Dus, Nou goed, we gaan het de komende week in ieder geval in de gaten houden.
In 1B hebben we twee gelijke spelen voor de Rotterdamse ploeg, of tenminste de regioploegen. BVCB speelde 0-0 tegen Zwift en Alexandria kwam 2-0 voor bij Forum Sport. Maar dat werd nog 2-2. Gaan wij naar de uitermate boeiende leuke 1C. Iedere week kunnen we dat toch wel weer even aanhalen. En dan hebben we ook nog een prachtige derby in de vorm van Spijkenisse Zuidland. Ja, dat was natuurlijk het duel waar iedereen naar keek. En Spijkenisse doet het heel erg goed, wint 2-0. Complimenten. Los, 3 gespeeld, 9 als enige. Ja. Ja, aan de andere kant SO op het Vinkertouw. 3 puntjes erachter. Ook gewonnen bij Pelikaan uit, 3-1. Ja, spannende competitie. Heerensdam Drechtstreek, 2-0. 2 rode kaarten op het eind. Voor Heerensdam? Voor Heerensdam, ja, dat is natuurlijk wel weer cent. Bijzonder als je met 2-0 wint. Ja, dat je toch nog laat gaan. Dan moet dan, ja. Het is jammer dat je daar niet achter kan achterhalen. Het past wel bij de ploeg. Ja. Ik vind het niet zo verrassend dat dat weer bij Heerensdam gebeurt. Goed, dat viel dan in ieder geval op. En Joey Klein had weer gescoord. Mensen, dan meld ik het altijd. Als hij scoort, dan weet u het. Als zaakwaarnemer doe ik dat graag. Hij scoorde de 2-1 en het werd uiteindelijk nog 2-2. Tweede klasse. Brielen. Kunnen we dat nog, is dat nog verrassend? IJzersterke verdediging, ook 0 punt of 0 doek tegen nog? Wel iets wat je daar verwacht. Ja, we zijn een aantal jaar goed bezig. We hebben het vorig jaar net niet in promotie kunnen omzetten. En dit jaar lijkt het dan in ieder geval qua start goed te gaan. En dan gaan ze toch wel daar heel serieus om strijden, verwacht ik. Ja, ik denk het ook wel. Hoewel het 1-0 dan moeizaam lijkt. Ja, ja. Natuurlijk wel 0-0 tegen, maar 1 voor is ook maar heel schamel, denk ik. Nou ja, ik denk dat dat gelijk ook het probleem. Toch nog de ridder die gehaald is, die nog niet helemaal fit is. Die nog niet een hele wedstrijd heeft gespeeld. Wel ijzersterk. Volgens mij Sander van Eck, die heeft s'avonds nog de afscheidswedstrijd van Richard Venneke kunnen keepen. Ja. En die oogde niet echt moe. Nee. Dat is ook wel lekker dat je zo'n verdediging hebt. Een solide basis. En het lijkt wel of dat een beetje de remedie is. Hè? Gewoon je verdediging staand hebben. Capelle heeft het. Barendrecht heeft het. Zwaluwe heeft het. Brielen heeft het. En ze staan allemaal hoog of bovenaan. Maar dat is natuurlijk wel al jaren, Mike. Alle ploegen die bovenin spelen, die hebben gewoon heel weinig kans tegen. Hè? Want daar start toch gewoon heel veel uit. Hè? Een goede basis achterin hebt staan. Heb je vertrouwen. Ja, en durf je ook wat verder van de goal af te voetballen, omdat er wat staat. Ja, dat geeft altijd een stuk rust. Dan is het doorbouwen door je verdediging te laten staan en een goede spits erbij zien te vinden. Ja, doet het te maken, dat geeft niet. Het lijkt zo makkelijk. In die afdeling trouwens Penis en Botlek en ook Bolnes nog, die natuurlijk toch nog wel redelijk in de buurt staan, hè, bij Brieven. Het is niet zo dat ze helemaal los staan. Ja. Twee puntjes voor op Penis en Botlek. En 3 puntjes voor Bonnes. Ja, die toch als debutant in de tweede klas ook niet verkeerd doet, lijkt mij. Wat is er met NSCV aan de hand? Nou ja, ik heb zowel NSCV, maar ook Spirit teams waar ik in ieder geval veel meer van had verwacht in deze afdeling. En op de een of andere manier hebben de teams hun draai nog niet echt gevonden. Nee. NSCV voor het tweede jaar op rij natuurlijk. Ja, vorig jaar al net aangered. Vorig jaar al net aangered. Dus misschien toch ook wel. Ik weet dat ze daar de afgelopen jaren toch wel met heel veel jonge spelers zijn gaan werken. Ja, een stukje ervaring misschien missen. En dat kan net in wedstrijden het dubbeltje de ene kant op laten vallen of de andere kant. En dan kan je zomaar in een positie komen waar ze nu staan natuurlijk. Ja, 0 uit 3. En als het dan allemaal jonge spelers zijn, dan gaat vertrouwen natuurlijk wel snel weg. Ja. Goed, jonge spelers kunnen ook excelleren. Dat is vorig jaar bewezen, maar goed. Hellevoetsluis CWO, het bruggetje is gemaakt uit 1-5. Het seizoen kwam daar om daar niet al te lang bij stil te staan. Dus we gaan gauw naar de derde klasse. Opvallende uitslagen, denk ik. Veel doelpunten. Vooral in 3B. PPSC wint met 3-2 van Victoria. Henk Salari heeft het aardige seizoenstart. Ja, 7 uit 3. Samen met Berkel bovenin. Berkel trouwens 5-5 bij Gouda uit. Ja, volgens mij weet je daar heel veel van. 2-5 voor. Berkel, 10 minuten voor tijd. En het toch nog weggeven. Tegen uiteindelijk nog 10 man speler op doel. Ja. Niet helemaal zoals je het... Wel opvallend voor een ploeg die natuurlijk bovenin staat. Dat mag eigenlijk niet gebeuren als je inderdaad zo kort voor tijd nog met 3 doelpunten voor staat. En het dan uiteindelijk toch nog weggeeft. Ja, het is Gouda wel eens vaker gebeurd trouwens. Gouda stond 5-2 achter. Het stond erachter, die kwamen terug. Okay. Ja,
Maar ik verwacht Berkel ook geen titelkandidaat, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat is puur op basis van, ik heb de wedstrijd zelf niet gezien. Dus ik vind dan verrassend dat DCV het moeite heeft met mij en zo, maar voel wel in de ploeg. Ik denk dat het een afdeling is. Ik heb er ook nog even naar zitten kijken, omdat VVR natuurlijk in speelt. Heel blij dat ze nu met 1-4 wonnen. Maar dat het echt een afdeling is waar iedereen kan winnen. Absoluut. En het is voor mij nog geen ABC'tje dat de ploegen die nu bij de eerste drie staan, daar ook gaan blijven. En bij de onderste drie staan, we kunnen ook wel zomaar naar boven gaan. Het is heel erg aan elkaar gewaagd. Ja, wel overigens een interessant om in te gaan. Even andere opvallende uitslagen nog in die derde klasse. Zuiderpark, Honselersdijk. 0-8. Hoe mogen we dat verrassend noemen? Ja, ik vind het wel een opvallende uitslag. Ja. Verzachtende omstandigheden, 5 keer rood, waarvan 2 keer voor Kevin van Houten. Noem het maar verzachtend. Nou, goed, je speelt uiteindelijk met 7 tegen 11. Dan loopt het gauw op. Ja. Nee, dat is duidelijk. Dus maar goed, wel opvallend voor een ploeg die vorig jaar in de derde periode een ongelooflijk goede reeks neergezet heeft. Zaten bij ons in de afdeling en hebben werkelijk geen punt laten liggen. Zijn ook nog eens een keer door de na-competitie gerold. En ja, gaan nu dus helaas ten onder aan een stukje disciplinegebrek, denk ik. Ik weet niet wat er is gebeurd. Ik weet ook niet precies wat er gebeurd is. Dus het is lastig om daar een uitspraak over te doen. Maar ja, 5 keer rood is natuurlijk wel heel erg opvallend. Ja. Andere opvallende? Ja, in die afdeling ook de eerste winst van Transvalia ZW natuurlijk tegen die Hagen. Ja, flinke uithaal ook. Tegen een flinke uithaal, ja. 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 Ja, knap. Tot nu toe weinig punten gehaald en 3-3. Dus, Opvallende uitslag ook in 3D? Hoge? Ik denk het herstel van Piersil. 5-0 bij Binnenmaas. Bij Binnenmaas uiteindelijk ook nog 2 rode kaarten. We hadden niet heel veel invloed op de wedstrijd, want die was zeker die tweede niet. En ik dacht dat de eerste rode kaart bij een 2 of bij een 3 noordstand viel. En BSVV had het. Gewoon heel erg goed doet met 3 gespeeld 9. Uitblinken daar heb ik me laten vertellen Robin van Dreumel. Waar Wim Tel bij de radio ook zwaard ook al heel positief over was. Want dat een, als hij fit is, een fantastische speler zou zijn. Inmiddels heeft hij de 5 inleggen in 3 wedstrijden. Dus. Eentje minder gaat het houden dus. Ja, dat lijkt me wel. Nou, laten we dat in ieder geval doen. Even heel kort DBGC nog. Ja, eerste overwinning. 4-0 tegen Schravendeel. Rood voor de keeper van Schravendeel. Dus, dat was zeker voor Schravendeel natuurlijk een nadeel. Aan de andere kant begrijp ik dat de ploeg eindelijk een klein beetje compleet begint te raken. We hebben met Melisand hebben we nog geoefend tegen het DBGC en toen duwden we ze eigenlijk nog een diepere putje in dan ze al zaten. En nu 4-0 winst tegen Schravendeel is gewoon een goede overwinning. Ja. Dus, er waren er inderdaad een hele hoop op vakantie, waardoor die de eerste weken met anderen samen zijn. Ja. Maar goed, klopt. Je moet het uiteindelijk maar weer oppakken. We gaan even heel snel nog wat opvallendheden in de vierde klasse. Per Kouwel met 8-1 van Moe Capelle en deed dat door 3 doelpunten van Trouwborst. Harm Spijker is een gelukkig man, zullen we dan maar zeggen. En de Harga Derby HBSS Hermes DVS eindigde in 2-2. En dan komen we zelf bij 4-1 uit. In 4-1 werd de wedstrijd tussen SDV en LMO gestaakt wegens een zware enkelbreuk. Bij een van de spelers en beide teams vonden het niet verantwoord of waar het zijn overeengekomen om daarin niet verder te gaan. En voor de betreffende speler dan ook heel veel sterkte van onze zijde uit. Eglantier Boys Portugal had een tussenstand van 0-2, werd uiteindelijk 3-2 voor Eglantier Boys. Dat noemen ze een mooie comeback. Ja. Wat voor jou wordt het voor jou? 2-7? Ja, 2-7. Je moet ergens beginnen. Nou ja, je begint met elke wedstrijd te proberen 3 punten te halen en zo snel mogelijk afstand te nemen. Dus dat doen we op dit moment prima. Ga je het nog lastig krijgen? Want ja, als je voor GOZ was 1-7? Nee, GOZ 1-4? Was 2-4. 2-4. En vorige keer was 7-1 en 7-2. Wat doe je om de groep scherp te houden? Je bent met meerdere dingen tegelijk bezig. Aan de ene kant is het resultaat voor iedereen helder. Dus elke keer is het gewoon wat je voor zo'n wedstrijd wil. Je wil die wedstrijd winnen en je wil een goede uitslag neerzetten. En daarbinnen ben je in je teamproces met andere zaken bezig. Hè. Een van de dingen waar we nu heel erg de nadruk op leggen, is om ook te gaan zorgen dat we de nul houden achterin. We hebben net al even aangehaald van als je dus echt een topploeg wil zijn, hou je ook de nul. En dat is iets waar wij ons nog wel heel duidelijk in kunnen verbeteren. En ook spelinhoudelijk ben je toch elke week je wel weer ook daarin aan het ontwikkelen. En daar ook heel gericht en kritisch naar aan het kijken. Want je weet ook van dat
je kunt je helemaal fixeren op die uitslag, maar ja, die zegt niet zoveel. Nou, ik neem aan dat je nu al in een proces zit die volgend jaar ook moet gaan gelden met, daar ga ik dan ook even vanuit, dezelfde spelers. Ja, dat zullen grotendeels dezelfde spelers zijn. En, maar goed, ook tegen teams die dan weer wat meer weerstand kunnen bieden. Ja, want hoe ga je daar, oefen je door de week tegen anderen tegen? Want je komt in de beker Olympia tegen, ik denk dat dat een aardige graadmeter is. Dat is een hele leuke tegenstander. In de voorbereiding heb je tegen Zevenhoven, het staat bovenaan in de tweede klas. Maar ja, voorbereiding vind ik dan altijd wat... Voorbereiding is lastig, maar dat zijn al die door de weekse wedstrijden ook. Ja, want we krijgen ook vaak bij de tegenstanders en ook soms bij je eigen ploeg andere spelers speelminuten. Maar wij zullen gewoon elke keer ons met name moeten gaan verbeteren om concentratie vast te houden en ook gewoon kijken naar die tegenrols om daar vanaf zien te komen. Ja, want ik viel me wel op, in de voorbereiding had je nog bijvoorbeeld een nederlaag tegen 16-over. Heeft dat dan nog effect? Of? Nou, op zich is het natuurlijk ook wel goed dat je ook een keer tegen een nederlaag aanloopt in zo'n voorbereiding. En wat in die week wel meespeelde was dat we die week daarvoor het trainingsweekend gehad hadden, waarin ik ons toch wat vermoeider waren en 16-over. Wat ook nog eens een keer gewoon een goede ploeg heeft, zich daar al goed op ingesteld heeft en zoveel inzet aan de dag kon leggen dat wij die dag ook zelf niet tot scoren konden komen. Is er in die afdeling één ploeg die het zou moeten kunnen bijhouden? Zonder tekort te doen aan de andere, hè? Laten we wel wezen, je hebt allemaal tweede, derde klas spelers gehad. Waar je naar moet kijken is naar een... Wil je dat weten op basis van een competitie of op basis van een individuele wedstrijd? Ik denk dat op basis van één wedstrijd kan het altijd zo zijn dat een tegenstander daar heel dichtbij gaat komen. Op basis van de competitiestand moeten wij wel in staat geacht worden om afstand te gaan creëren van de teams die erachter zitten. Maar elke wedstrijd zullen wij er toch weer op onze eigen manier voor moeten gaan. Ja. Geniet je dan op een andere manier? Dat is wel anders. Dat is ook af en toe wel even wennen. We hebben de beker een paar keer met 0-10 gewonnen. En toen was het veldspel helemaal nog niet zo goed. Want omdat je zo kritisch bent, als je tegen een wat mindere tegenstander speelt, dat je eigenlijk bijna elke foute paas denkt van hoe is dat nou mogelijk? Terwijl het feit dat die tegenstander van een ander niveau is, betekent niet dat je zelf ineens alles goed gaat doen. Dus je maakt zelf ook gewoon fouten. En dat is al, ook daar leren we nu mee om te gaan hoe dat is. Nou, spannend wordt, gooi gewoon het licht uit. Dat toch een paar keer. 4F. Nou ja, brandlos. Ja, brandlos. 4-1 overwinning tegen Vierpolders. Volledige terechte overwinning. Ik denk dat het verschil nog klein uitgevallen is. En goed, in onze afdeling zijn op dit moment Nieuwenhoorn en Stellendam natuurlijk de koplopers. Met 9-3. En wij hebben in de eerste wedstrijd tegen Stad, Stad aan Haringvliet. Hebben wij een uitglijder gekend. Dus wij staan nu met 6-3 samen met SCO 63. Komende zaterdag onze tegenstander. Staan wij op de derde en de vierde. Ja, grillig SCO. Wint nu met 6-0. Zeg ik even uit mijn hoofd, 7-0. Ja. En die week daarvoor gaan ze hard onderuit tegen Nieuwenhoorn. Ja, maar goed, ik denk dat Nieuwenhoorn is toch een heel ander verhaal, denk ik. De afgelopen twee jaar heb ik tegen Nieuwenhoorn onder de 23 mogen spelen met Melisand onder de 23. En bij Nieuwenhoorn is sowieso niks te halen, want het was 8-0 en 11-0. Maar op het moment dat ze dan op een gewoon grasveld, niet zo glad en niet zo strak, moeten gaan voetballen, dan kunnen ze nog steeds goed voetballen, maar dan wordt de weerstand wel iets groter. En mijn vraag is van hoe gaan ze het straks doen tegen ploegen als een Herkingen? Wat natuurlijk een heel klein en sfeervol veld heeft, maar waar het erg moeilijk winnen is. Nee. En hoe gaan die jonge talenten van Nieuwenhoorn, want dat zijn ze, hè, het zijn de jonge talenten van Nieuwenhoorn, dan om met andere omstandigheden? Kortom, eigenlijk de conclusie die we al een paar weken trekken, het is een hele open afdeling. Het is een hele open afdeling, absoluut. Met Nieuwenhoorn als een van de favorieten. Ja, een van de kanshebbers. En Stellendam ook weer bekend staan om een goede defensie, hè. Daar zijn ze twee jaar terug kampioen mee geworden in het jaar dat de DBGC ook in die afdeling zat. Ja, en goed, Leo de Geus is weer terug, dus je weet ook weer hoe er gespeeld wordt. Vanuit een gesloten defensie zorg dat je heel snel de spitsen gaat bereiken en scoren. Nou ga je echt wel heel makkelijk over een feit heen. En dat is? Nou ja, je begint gelijk vanaf je eigen wedstrijd door.
Maar je bent de tweede trainer die bij ons hier aan tafel zit, die gewoon een carton rouge krijgt, zoals we dat zeggen. De rode kaart. Carton rouge, ja. Ik zat zaterdagmiddag in een hele vreemde film, Mike. Je hebt Meet the Fokkers. Dit was een aflevering van Meet the Fokker. Dat was de scheidsrechter? Dat was de scheidsrechter. Je had natuurlijk niks gezegd. Natuurlijk heb ik in ieder geval niet gezegd wat hij denkt wat ik gezegd heb. Het is een clubje supporters wat achter mij gestaan heeft. En inderdaad een aantal verwensingen naar zijn hoofd gestuurd heeft. En dat is mij noodlottig geworden. Ik heb wel iets gezegd, absoluut. Maar niet grove en beledigende taal richting de scheidsrechter. Het is allemaal wat, hè. Niet misverstanden. En we weten allemaal dat die mensen hun best doen. Dus we gaan het ook niet kwalijk nemen. En het wordt tijd dat iedereen gewoon eens lekker stil is langs die lijn. Wij wensen je heel veel succes. Want ik denk dat het gewoon een berisping wordt, hoop ik voor je. Want dat zou meer dan terug zijn. Laten wij naar de zondag gaan. De topklasse op zondag hebben we in het begin al uitgebreid gehad natuurlijk. Het was twee keer Zimmerman. Die uiteindelijk de 2-0 en 3-0 wist te scoren. De bevrijdende 2-0 en 3-0 van die was. We gaan toch wel erg uitkijken naar, zeker even een klein stukje vooruit lopen op de WKWDW. Waar jullie ook in te zien zijn volgende week, de nummers 1 en 2 tegen elkaar. Ja. Dan kan het gat zomaar 6 punten worden. Ja, een hele belangrijke wedstrijd dus voor Leonidas. Dat zou echt een stunt zijn. Ze hebben ook wel leuke spelers hoor. Dat moet ik dan wel weer mee hebben. Ik ga er binnenkort eens een keer kijken. Donnie, ik kom binnenkort kijken. En die buiging die doen we nog even niet. Als je de eerste periode hebt, maak ik die buiging trouwens. Nieuwenhoorn VOC, 3-1. Ja, opvallende overwinning toch? Ja, toch? Ja. Nieuwenhoorn is een gedegen hoofdklasse. Daar was ik even naar op zoek. Ja, maar ja, goed. Natuurlijk is Nieuwenhoorn een gedegen hoofdklasse. Maar goed, VOC heeft natuurlijk de afgelopen seizoen ook wel wat bewezen, denk ik. En je ziet het, dat is geen garantie voor succes. De successen in het verleden zijn geen garantie voor die van morgen. Nou. En ja, goed, een mooie thuisoverwinning van Nieuwenhoorn, denk ik, 3-1. Ja, ik denk dat het niet verkeerd is. Goed, 3 gespeeld, 6 punten, 7e plaats. VOC 9e met 3-3. Ja, hoeft zich ook niet te schamen, denk ik. Nieuwenhoorn heeft natuurlijk vorig jaar ook goed gedaan. Nou ja, precies. Dus daarvoor vind ik, is het dan opvallend. Ik denk dat het gewoon een goede hoofdklasse tegen een ploeg die vanuit de derde klasse er is gekomen. Nou, hoef ik dat niet verrassen. Maar het feit dat we het bijna opvallend vinden, zegt ook al genoeg, zou ik zeggen. Eerste klasse. Harry. Ja, ik vind de hele ranglijst daar bijzonder opmerkelijk. Ik heb Magreb en is een goede ploeg, maar dat daar dan ook Nieuwekerk en Velo bij staan, dat verrast me. Zeker omdat je daar ook al voor supporters zou verwachten. En als ik onderaan kijk, dan zie ik er ook een aantal teams die ik daar niet zou verwachten. Waarvan Neptunus Schiphol dan nog wel het grootste voorbeeld is. Zeg maar. Ja, die stonden na een half uur al 3-0 achter. Ja, dat is lastig voetbal hoor. Kom niet goed de kleedkamer uit. Nee, daar hebben we het net al over gehad. Volgens mij ben je dan toch niet helemaal scherp als je eraan begint. Of te scherp misschien. Dat zou ook nog kunnen. Misschien toch eens informeren hoe dat daar nou precies zit. Want 3 gespeeld 0, dat zal toch niet de bedoeling geweest zijn van dit seizoen. Maar misschien ook wel. Hè. Misschien is het gewoon niet anders. Misschien moeten we ons daar wat meer over laten informeren. TGB won voor de eerste keer in de eerste klasse met 2-1 van PFC. Tweede klasse. Nou, jouw beker tegenstander is dit weekend bekend is geworden. Ik denk dat Olympia is. Ja. Tweede klasse. Volgens mij hebben we een jong fris elftal. Dus ik ben heel benieuwd. Nou ja, het kwam 2-0 voor tegen Xerxes. En Xerxes is toch een ploeg die als een van de favorieten wordt bestempeld. Xerxes trekt het dan wel weer naar 2-2. Dat is dan ook wel weer de klasse, denk ik, van een ploeg die bovenin mee wil doen. Maar goed, ik denk dat je een mooie graadmeter krijgt. We thuis. Dus, dat is Edwin, ik begrijp dat Edwin de Koning geloot had. En dat heeft hij goed gedaan. Kijk, nou, hartstikke goed. IFC. Nou, de afgelopen twee weken was natuurlijk prijsschieten met 10-2 en 7-1 geloof ik. Nu maar 0-1 bij Slikkerveer. Ja. Dus dat is ook wel een opvallende uitslag. Laatste minuut, maar ook met 10 man. Rombouts, 2 keer geel. Ja. Dus ja maar ondanks dat denk ik dan toch dat Slikkerveer die wedstrijd... Natuurlijk heeft IFC dan het laatste gedeelte met 10 man gespeeld. Maar hebben dan voor die laatste 10 minuten hebben ze natuurlijk ook gewoon de stand in balans gehouden. En, het wil niet altijd wat zeggen dat,
de nummer 12 de Bietenbrug opgaat als de nummer 1 op bezoek. Dat is niet altijd zo. Nee. Je moet het eerst maar eens doen. Hè. Harry zei het net ook al met zijn ploeg. Natuurlijk mag iedereen verwachten dat Sportclub Feyenoord die wedstrijden wint. Maar je moet het wel eerst doen. Ja. En het is misschien ook goed om te zien dat de twee ploegen die als favoriet bestemd worden toch ook kwetsbaar lijken. Ja, zeker. Ja. Ja. Dat gezegd hebben, dan vertel ik u dat DEH Mussen haar eerste wedstrijd heeft gewonnen. En wel met 2-0 tegen Donk. En, dat was een replica van vorig jaar de nacompetitie. En ook toen won DEH Mussen tot 2-maal toe van Donk. Of tenminste, ze versloegen, ze gingen in ieder geval verder. Ommoord pakte haar eerste punt tegen OHVV. En dat werd een 1-1. Of van een uitslag in de derde klasse? Ja, het debuut wat mij betreft van SVDPW met 3 wedstrijden en nu 9 punten. Ja. Nu weer 4-1 tegen GLZ. En een hele grote groep daar direct achter hè, met 7-3. WCR, AGE 4-4 tegen elkaar. SVV 3-0 gewonnen van Antibarbari. En een zwarte pijl wat in Schiedam een 1-1 weghaalt bij de RGS. Ja, 4 ploegen met 7-3, achter de koploper met 9-3. Bijzondere afdeling. Leuke wedstrijd geworden met AGWCR. Maar ja, was door de ogen van de trainer hoor. Dus, goed. Sowieso. Maar 8 doelpunten. Voor de neutrale toeschouwer kan het nooit een saaie wedstrijd geweest zijn met 8 doelpunten. Dat is denk ik iets wat buiten kijf staat. Ja goed, en natuurlijk de debutant in deze afdeling, Transvalia, nog met 0 punten onderaan. 3-1 verloren bij BZC. En Elmo Meulplaat 3-1, Meulplaat 1 na laatste. Ja, vorig jaar best een leuk jaar gehad. Nu een valse start, zullen we maar zeggen. Ja, maar ja goed, dat is lastig. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Pittige afdeling. In de andere derde klasse speelde de Rotterdamse, of tenminste regioploegen, tegen Goudse ploegen. Dat waren VFC. Zij verloren met 2-4 van Gouda. In mijn niet-neutrale ogen kampioenskandidaat nummer 1. En ONA won met 4-0 van CKC. Vierde klasse. Nou, daar zijn we. Er zijn er ook niet zoveel meer. Maar goed, dat is een andere discussie. Wat waren de opvallende uitslagen? Wat ik in ieder geval opvallend vind is Hillegersberg tweede in de vierde klasse B. Ja. Op doelsaldo, allebei Goudenrak en Hillegersberg, allebei 7-3. Speelden vandaag tegen elkaar 3-3. Dus nou, ik denk dat ook wel twee ploegen zijn die lang voor kunnen gaan strijden in ieder geval. Ja, ja. Moordrecht misschien nog op het vinkertouw. We weten niet wat Aeolus gaat doen, die waren dit weekend vrij. Dus ja, dat is ook altijd even afwachten. Ja, een beetje tegenvallend AOV DSC. Ik denk dat Marcel Amens zijn nieuwe club ook wel anders voor had gesteld met 1-2. Op een 10e plek. Maar ja goed, er kan nog van alles natuurlijk in zo'n competitie. 3 wedstrijden op gang is natuurlijk ook nog niks beslist. Nee. Abenello in euforie. Oftewel Abbebroek 4-0 tegen Fios en 3 gespeeld 9. Ja. Ik denk dat Corjan van der Maden een slechte avond heeft vanavond. Ja, die heeft sowieso een slechte seizoenstart. Ja, zeker. Maar dat... 0-3. Ja, en Abbenello natuurlijk. Ja, 9-3. Dat is niet verkeerd. Nee, en dan nummers 2 en 3. Op 2 punten. Samen 4-4 gespeeld tegen ook alweer. Weer 4-4. Hermes Maastad. Ook weer een leuke wedstrijd voor de neutrale toeschouwer, denk ik. Ja, goed. Een afdeling waar ik nog alles kan natuurlijk. Hekeling op een 4e plek met 6-3. En ja, wat voor mij toch wel opvallend is en ook wel een beetje pijn doet als amateurkenner, dat in de vierde klasse D op de 12e plaats over Maas staat. Met 1 punt uit 3 wedstrijden. En dan, de herstart van Kowal is ook niet een succesvolle herstart. Zonder. Nee, die beide ploegen hebben het toch wel lastig na een jaar stilstand. Ja, zeker. Maar goed, laten we hopen dat ze snel de draad oppakken. In ieder geval heeft Overmaas zijn eerste puntje, maar nog niet gescoord. 0 voor, 6 tegen. Dankzij 0-0 het eerste puntje binnengehaald. Het was het weer voor dit weekend. Zijn we nog een hele bijzondere opvallendheid vergeten? Volgens mij niet, hè? Nee. Mooi. Dan gaan wij ons opmaken voor een spannend weekje met veel bekervoetbal. Veel lotingen en nog een beker WDW met deze mannen. En... ongetwijfeld nog een latje en een voetgolf, dus blijf ervan kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door PCS, Prodex en OMS.